Ik weet dat heel veel van jullie hierop zaten te wachten. Oké, ik ga jullie iets vertellen over Oeks. Mag ik je outfitje filmen? Je ziet er echt mooi uit. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb een verrassing voor jullie. Ik weet dat heel veel van jullie hierop zaten te wachten. En het is eindelijk zover. Zijn jullie er klaar voor? Hey, kijk eens wie daar is. Hallo mannetje. Hey, lig je daar zo lekker? Lig je daar zo lekker? Kijk het nou. Daar is die jongens. Daar is mijn mannetje. Heb ik jou zo gemist? Heb ik jou zo gemist? Heb ik jouw dikke buikje zo gemist? Hey. Ah, superleuk. Mijn ouders hebben hem net gedropt. Want mijn ouders die gaan even een paar dagen naar mijn broer in Frankrijk. Eigenlijk was hij de hele zomer lekker bij mijn ouders. Omdat mijn ouders gewoon een grote tuin hebben. En de deur altijd open staat. Want mijn moeder die is heel veel thuis. En die werkt vanuit huis. Dus Rox kan in en uit lopen. En bij ons achter, jullie weten dat we zo'n open dakraam hebben. En je moet het zo zien dat dat een serre is. En dat het dus ook zo warm wordt als in een serre. Dus als de zon schijnt wordt het soms 40 graden daar. Maar goed, we gaan nu airconditioning plaatsen. En we hebben de, hoe heet dat? De duetten, zware duetten heet dat geloof ik. Die zijn nu opgemeten, dus die worden binnenkort geplaatst. Het duurt ook altijd wel, weet je wel, als je het bestelt met leveren. Dus de oplossing is er, zodat het koeler blijft achterin. Voorin, ja, kunnen we hem ook wel laten. Alleen meneer heeft er een handje van om dan op de bank te gaan liggen en naar buiten te gaan kijken. En ja, hij mag eigenlijk hier niet op de bank, bij mijn ouders wel. En van mij mag hij stiekem wel op de bank. Alleen Ryan wil het liever niet, dus dan hebben we hem toch achter. En gek genoeg gaat hij achter niet op de bank, omdat daar dus geen raam is. Dus dan kan hij niet naar buiten kijken. En hier gaat hij dan op de bank naar buiten kijken, omdat hij dat natuurlijk ook hartstikke leuk vindt. Dus vandaar ook dat hij een tijdje weg was. Hij was lekker bij mijn ouders, daar is het toch wat koeler, kon hij meer naar buiten. Ik ben heel veel overdag weg, Ryan werkt overdag. En zou hij alleen maar binnen zitten? En dat is natuurlijk ook... Ja, dat is niet lekker voor hem. In de zomer is het natuurlijk heerlijk om lekker veel buiten te zijn. Dus hij is back. Hij is er nu. Ik denk dat hij sowieso nu 3 weken bij ons blijft. Dan gaat hij heel even weer naar mijn ouders. Want dan ga ik weer een paar reisjes maken. En daarna in de winter is hij weer de hele winter bij ons. Ik heb je gemist, vent. Ik denk dat we maar naar buiten moeten gaan, hè. Goed, ik kan nu wel meteen mijn outfit aan jullie laten zien. Ik heb namelijk een mijn Levi's broek aan. Met mijn Gucci riem. En ik heb een super cute blouseje met allemaal kleine poezen staan erop. Allemaal kleine katjes. En die is kort. En dan heb ik hem hier met, weet je wel, met die twee zwarte vetertjes. Zo dicht ernaar, waardoor hij echt zo poeft. Zie je? Super leuk blouseje. In de uitverkoop, 10 euro bij de Zara. Mannetje, gaan we naar buiten? Gaan we wandelen? Gaan we wandelen? Ja! Nou, terug van wandelen. Helemaal uitgeteld. We hebben zeker een uur gelopen. Oké, ik ga jullie iets vertellen over Rox. Hij is een hond die heeft aanleg om dik te worden. Ja, en hij krijgt 200 gram speciaal voer voor gevoelige maag. Want dat heeft hij in de ochtend en 200 gram in de avond. Dus 400 gram per dag. Niet meer en niet minder. Dus hij krijgt niet te veel eten. Maar hij is nu wel wat dikker dan normaal. En de enige reden daarvoor is dat hij bij mijn ouders minder beweegt. Daar slaapt hij natuurlijk wat meer, daar chillt hij wat meer. En mijn vader kan niet urenlang met hem lopen in verband met zijn benen. En als hij bij mij is, wandelt hij echt minstens 3 uur per dag. Dan ga ik in de ochtend een uur met hem. Ik ben nu net een uur met hem gegaan. En dan in de avond ook vaak nog 3 kwartier tot een uur. Dus hij heeft meer beweging. Dus dan wordt meneertje ook weer ineens wat slanker. Dus bij hem is het gewoon puur beweging. En hier ja, speelt hij wat meer, heeft hij gewoon wat meer beweging. En dat is het enige. Dus bij mijn ouders is hij gewoon op vakantie en aan het chillen en aan het relaxen. En bij ons is hij gewoon wat actiever. En ik neem hem ook gewoon mee. En ik doe ook korte sprintjes met hem. Dus we gaan zijn conditie weer even opbouwen. Want dit is de situatie nu. Het is ook wel echt bloed benauwd vandaag.
Anyway, ik ga even buiten zitten. Ik heb mijn werk afgemaakt voor vandaag. Vanochtend vroeg al. Ik heb net mijn salade voorbereid. En dat is die salade met olijfjes, tomaat en tonijn. En ik ga nu lekker buiten mijn salade opsmikkelen. Ik denk dat Rox, als hij is uitgepufft, zo ook lekker buiten komt chillen. En hou ik het even voor gezien vanmiddag. En dan neem ik jullie vanavond mee naar Laren. Dan ga ik naar de VIP Night van Riviera Maison. Daar ben ik voor uitgenodigd. En dan gaan ze weer de nieuwste collectie laten zien. En dan vaak onder het genot van hapjes, drankjes en muziek. Dus daar heb ik ook onwijs veel zin in. Ryan kan helaas niet met me mee. Want meneertje had een spoed. Die is dus vanochtend naar Ibiza gevlogen. Of eigenlijk vanmiddag naar Ibiza gevlogen. En die blijft daar tot en met vrijdag. En het is nu woensdag. Dus die kan helaas niet met mij mee. Maar dan weten jullie ook dat Ryan dus niet in deze vlog voorbij zal komen huppelen. Situation. Laptop. Oké, ik ga hem toch even openklappen. Want dan kan ik eventjes nog wat mailtjes gaan doen. Salade. En mijn hondje ligt onder de tafel. Lekker in de schaduw. Oh, lekker monstertje is het toch ook, hè? Trouwens, dit is een glazen tafel. Grijs. Die kan worden opgehaald door iemand. Dus als jij denkt, ik wil een leuke tafel. Let me know in de comments. Hallo mannetje. Wacht. Ga zitten. Kijk, weten jullie nog dat ik cadeautjes had gekregen van Doggy Tails? Het is tijd om Rox een cadeautje te geven. Kijk hem. Pak maar. Dit is van jou. Ja. Oh. Is hij van jou, Rox? Is het jouw touw? Heb je die gekregen? Ik ga je pakken. Oh, zo schattig. Ben je er blij mee? Hey. Oh. Nou, hij is er hartstikke blij mee. Zo schattig. Ja. Oh, leuk. Goed zo, Jochie. Ik heb net Rox uitgelaten, die is nu aan het eten. Want ik ga hem nu even een paar uur alleen laten. Want ik ga dus naar Laren en ik neem Funda mee. Beetje inspiratie opdoen ook voor haar huisje. En gewoon even met z'n tweetjes lekker de hort op. Dus, dat is het plan. Ik neem jullie mee naar de Riviera Maison Store in Laren. Aangekomen in Laren met mijn beauty. Yeah, yay! Funda, is jouw eerste keer hier? Ja. Je gaat het echt leuk vinden, hoor. Zin in. Ja, ik heb ook echt zin. Oh, het ziet er wel echt mag ik je outfitje filmen? Je ziet er echt mooi uit. Mijn pyjama look. Ja, je pyjama look. Maar het is zo pretty. Ja, nee. Het is echt gorgeous. Met dat haar ook. Oh my god. Echt een leuke look. Love it. Die tas, Foon. Pretty. Ja? Ja. Voor jullie. Hey, is het jouw touw? Oh, hallo mannetje. Hey, is een mooi touwtje. Jee, ik ben weer thuis. Als jullie net zagen, kwam Rox echt super blij aanlopen met zijn speeltje in zijn bek. Het is inmiddels 11:30. Ik ga nu snel Rox uitlaten, douchen en dan ga ik zo naar mijn bed. Voordat ik dat doe, ga ik jullie even laten zien wat er in de goodiebag zit. Een opbergbak. Super handig. Die zijn echt altijd handig, die opbergbakken. Kijk. Schaaltje met een plastic deksel.
En dan heb ik nog eentje van. Een maatje kleiner. En een magazine zat erin. Het nieuwe magazine. Dus dat is best wel leuk. Echt mega blij met die bakjes. En daar kan je echt niet genoeg van hebben. Het zijn ook mooie bakjes. Goede deksels ook. Stevig. Oké. Dit is de situatie daar. Let op. Bam. Hallo. Hallo. Hallo, drolletje. Hé. Hey. En dat is de situatie daar. Ga je mee? Gaan we naar buiten? Ik ga dus Rox uitlaten nu. Ik heb mijn hoge hakjes uit, sneakers aangetrokken. En dan ga ik gewoon meteen de vlog maar afsluiten. Dan is dat al gedaan voordat ik het weer vergeet. Dankjewel voor het kijken. Hoop dat je het leuk vond. Doe een duim omhoog. Vond je het leuk? Vergeet je niet te abonneren. Slaap lekker. Tot snel. Tot overmorgen. Bye bye.